door drag ben ik nu wel veel meer zelfverzekerder als mezelf out of drag. Ja. Yeah. Door drag sta ik sterker in mijn hakken. Mm-hmm. Welkom bij ons in de Wink Auto, Abby. Oh my god. Hallo, lieverd. Hi, fijn dat je er bent. Ik hoorde dat je iets heel drastisch hebt gedaan. Heb ik iets heel drastisch gedaan? Toch, want je hebt een belangrijke app van je telefoon verwijderd. Ja, ik heb Uber van mijn telefoon eraf gehaald. Omdat ik gewoon niet meegenomen word. Echt? Ja, want dat hoor je dus van heel veel drag queens. Dat dan de chauffeur zeg maar aankomt rijden en dan ziet van, oh, drag queen. Oh, drag queen. Cancel ride. Cancel ride. En dan moet je weer, kom je weer te laat op je boeking. En ik heb het nu wel, denk ik, wel meer dan 5 keer gehad. Dat ik dus niet meegenomen werd. Mm-hmm. En dat ik dus te laat kwam op een booking. Ja. Dus toen dacht je, dit is gewoon genoeg. Dit is genoeg. Ik bel gewoon TCA, Taxi Centraal Amsterdam. Dan betaal ik net iets meer, maar dan word ik wel eens meegenomen. Ja. 9 van de 10 keer nu word ik wel meegenomen. Maak je wel vaker iets mee wat niet zo tof is? Krijg je bijvoorbeeld wel eens nare reacties op social media of iets in die richting? Op social media valt het wel mee. En op social media is het natuurlijk heel makkelijk te filteren. Mm-hmm, maar in het echt leven, dat kan je kan dat niet blokkeren. Nee. Kom je toch wel heel hard binnen, doet je zeker wel wat met je. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je de meeste reacties zullen positief zijn, dat je heel veel strength geeft. Tuurlijk, het maakt me wel sterker. Al die fans, al die mensen die op de drag shows komen, vrienden. Dus ik sta wel echt heel sterk in mijn hakken. Ja. Maar je hebt heel veel mensen die drag gewoon niet snappen. En juist het liefst jouw pijn ermee doen. Ja. Omdat je puur jezelf dan bent. Dat snap ik gewoon niet. Laat gewoon elkaar lekker zichzelf zijn. En laat elkaar met rust, jongens. Ja. Wat zijn dingen die jou inspireren om je beste zelf te zijn, zeg maar? Eén ding waar het meest mij inspireert zijn Latino vrouwen. Mm-hmm. Want die zijn altijd heel sterk. Van die telenovela. Van die telenovela's, vrouwen. Heel dramatisch. Yeah. Heel pittig. Dus ik denk dat is wel één van mijn inspiratiebronnen. Als ik klaar ben in drag en ik kijk mezelf in de spiegel, denk ik van oké, ben ik een fierce Latina vrouw? Ja. Oké. Okay. Let's go. Dan zit het goed. Ja. Dan is Abby hier. Ja. Pride is natuurlijk bijna in Amsterdam. Wat zijn daar je plannen? Ik denk dat jullie mij sowieso op een boot kunnen zien. En alles eromheen wil ik eigenlijk gewoon als mezelf, als een Ricker, er zijn. Voor de community, voor mijn vrienden. Om gewoon zelf ook een beetje die Pride gevoel te hebben. Ja, zodat je er zelf ook van kan genieten. Ja. Ja, dat mis ik. Dat mis ik heel erg. Dus dit jaar ga ik echt extra genieten. Fijn. Goed. Nou, ik zie dat we er bijna zijn. Dus heel erg bedankt dat je met ons mee wilde rijden. Tuurlijk. En ik wens je echt een heel fijne Pride. Dankjewel. Jullie ook, lieverd.